We hebben echt leuke dingen gedaan de afgelopen tijd, maar toch hebben we het gevoel dat de tijd voorbij is gevlogen en we eigenlijk niet alles eruit hebben gehaald dat erin zit. Daarom hebben wij een lijstje gemaakt met al onze summer goals en deze hebben wij vervolgens in een boekje verwerkt. Als stok achter de deur leggen we alles vast met de camera en hopelijk redden we alles nog voor het einde van de zomer. Vandaag is het tijd voor summer goal nummer 6. Hi allemaal, het is vandaag zaterdag 26 augustus en ik ben op dit moment nog thuis in Utrecht. Straks komt de Uber mij thuis ophalen, Larissa zal er al in zitten en dan gaan we richting Den Haag voor iets heel erg speciaals voor deze summer goals. Wat dat is ga ik nog niet verklappen, maar Larissa en ik hebben het allebei nog nooit gedaan. Willen we al heel lang, stond echt heel lang op de bucketlist en het lijkt ons gewoon heel erg gaaf en we zullen een heel mooi uitzicht hebben over Nederland. Nou, ik ga hem even verder klaarmaken, dan wacht ik even op de Uber die me komt ophalen en dan vertellen we het je zo. Hallo iedereen! Nou ja, misschien hoort het een beetje aan de achtergrond, maar we zijn op een hele andere plek. We zijn net ergens voor Den Haag. Ik denk dat het wel een beetje verraadt wat we gaan doen. Nou, voor als je het net niet helemaal goed kon verstaan, we gaan dus zo meteen in een helikopter vliegen, helemaal naar Mysteryland. Dat is een actie van Uber dat ze elk jaar doen, dat je gewoon helemaal naar Mysteryland wordt gevlogen, wat gewoon super vet is. Heel vet. Dat doen van die grote DJ-artiesten ook, dus eigenlijk is het vandaag gewoon net alsof we helemaal van plek naar plek worden gebracht, omdat we anders te laat komen voor onze show. Sorry, moest ik even zeggen. Echt super cool, dat wilden we al zo lang een keertje doen, dus ja. Ik ben echt super excited. Klein beetje kriebels zelfs, beetje ja, ik moet zeggen, nadat ik opstond met kriebels, ik echt zat van waarom? Ik weet ook niet waarom, maar het is niet per se heel eng of zo, maar wel gewoon excitement denk ik. Ja, het is wel echt spannend. We gaan natuurlijk super hoog, super hard en dit is echt iets wat we nog nooit in zo'n trant hebben kunnen doen. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig en ik heb heel veel zin in. Oké, we hebben net even de instructies gekregen over hoe we gaan instappen en uitstappen. En één van ons mag voorin zitten. We hebben net heel eventjes steenpapier schaar gedaan. Larissa heeft gewonnen. En we zijn heel erg blij mee, want we kunnen hele mooie beelden voor jullie schieten. En we zijn gewoon super excited. We zagen hem dus net al vertrekken en dat ging echt knetterhard. Ja. Dus het is echt, volgens mij wordt het echt gewoon alsof we in een soort raket zitten. Ja, ik ben echt super benieuwd. We mogen volgens mij ook even van iets dichterbij bekijken. Oeh, ik stap vol in de modder. Dus laten we even checken. Yes. Dit is de helikopter. Oh, het zonnetje begint te schijnen. Het is een prachtige dag om in de helikopter te gaan. Nou, ik zit helemaal ingegordeld. We worden allemaal eventjes erin gezet. Ik hoor bijna niks meer aan de buitenkant. Maar dan kan ik zo meteen lekker praten. Is voor jullie ook de eerste keer? Tweede dag. Oh, okay. Ja, hij staat hier toch? Ja, hij staat hier. Hoe is het hier? Zit je goed? Ja, ja. Dit vind ik een beetje spannend worden. Blijf nou, rustig staan. Mooi, ja, super vet. Waar jij de doggy? Oh,
je iets horen of nou ja, zien. We zijn momenteel op de parkeerplaats bij Mysteryland aangekomen. En daar, ik denk dat we gewoon een helikoptervlucht heel goed kunnen afvinken van onze bucketlist. Het was echt super vet om te doen. En wat trouwens ook grappig is, is dat we eigenlijk pas gisteren een uitnodiging kregen om deze helikoptervlucht te doen. Dat was eigenlijk heel spontaan en het is totaal niet gepland om het in deze Summer Goals te gaan toevoegen. Maar we vonden het wel heel erg bijpassen. Dus vandaar dat we hem toch even in deze serie hebben gegooid. En dit is trouwens ook de laatste Summer Goals uit deze serie. En er moet gewoon gevierd worden. Oh my god, wat een... Het lukte me niet. Het is dat ik mijn zonnebril op had, maar ik had er... Holy shit, ik heb een hele piep in mijn oor. Oh my god, ik had deze dus niet zien aankomen. Hoe dan ook, dit is dus de laatste Summer Goals van deze serie. Het is namelijk eind augustus en Larissa die gaat straks op vakantie. Jullie kijken het in september, maar voor ons is het eind augustus. Dus we kunnen hierna eventjes niks meer opnemen en dan is het alweer het einde van de zomervakantie. Ja, dus, zeker. Het is een heel mooi einde. We hebben echt vette dingen gedaan de afgelopen tijd. We zijn begonnen met een flash tatoeage van Larissa die ze al heel erg graag en heel lang wilde laten zetten. Daarna hebben we zwart ijs gehaald. Het had helaas niet het zwarte hoorntje, maar het was wel heel erg lekker. Mm-hmm. Maar daarna hebben we dat gefixt en hebben we echt het zwarte ijs met het zwarte hoorntje kunnen proeven. In Scheveningen gingen we ziplijnen van 60 meter hoogte. Dat was echt super spannend en ook echt heel erg leuk om te doen. Mm-hmm. Daarna hebben we nog een mini roadtrip gedaan met een Volkswagen busje, wat ook echt onwijs gezellig was. Ja, toen was het Antara de beurt om een beetje gepijnigd te worden met een nieuwe piercing in haar oor. En dan nu als laatste de helikoptervlucht. Dus het was echt, ja, als ik het zo mag zeggen, zijn het wel echt heel veel vette dingen. Als ik er echt zo op terugkijk, dan was het echt gewoon een topzomer. Ja, dus we hebben hem nog kunnen redden. En ik moet zeggen dat ik deze serie wel heel erg leuk vond om te doen. Omdat het ons echt er heeft aan toe heeft gezet om echt dingen te ondernemen. En echt leuke dingen te gaan doen en ook echt meteen nu. En niet uitstellen. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ook van deze serie vinden. En of jullie zoiets hebben van, moeten we hiermee doorgaan? Maar dan op een andere manier, want Summer Goals kan natuurlijk niet meer als het niet meer zomer is. Wij vonden het in ieder geval heel erg vet en we hopen jullie ook geïnspireerd te hebben dat jullie ook veel meer dingen gaan doen en iets minder gaan dromen. Wat er trouwens ook helemaal bij hoort en wat voor ons ook helemaal de zomer compleet heeft gehaald, is dat wij deze zomer ook echt de 100.000 subscribers op YouTube hebben gehaald. Dat was echt goals. Dat is echt een ultiem summer goal voor ons ook geweest. Dus super bedankt daarvoor als je op ons geabonneerd bent. Ben je dat nog niet? Ja, schroom zeker niet om dat ook te doen. En bij onze 100.000k plus bedoel ik family te horen. En vergeet ook zeker niet om een duimpje omhoog te doen voor deze video als je hem weer leuk vond. En laat even een gezellige comment achter. Ja, zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei. Kijk, ligt hij trouwens nu inmiddels helemaal vol met sterretjes. Ja. Dus de party begint hier al. Kijk, dan ligt hij echt helemaal vol. Gezellig! Een feestelijk einde.